Lang, die heeft bij mij weten nog geen bundels gepubliceerd, maar dat zal dus spoedig wel aankomen, want we staan wel productief. Hij heet Marius, maar hij noemt zich de Pipro. Joehoe! Ja. Marius van de Pipro is zelf, hè? Marius. Ja, laten we het eerst even hebben over het toelaten van de wind. Ik heb daarnet een andere broek aangetrokken, want je kunt het soms ook overdrijven. Daar schreef ik net even wat over op. Onontworpen ventilatieschacht. Miser, weinig wind, rijwind, compensatie, excursie per fietstaxi, dankbare passagiers, te lang geleden, conditie in opbouw, gemeen uitstekend schroefje, dunne tweedehands broek, en voor je het weet... Extra ventilatie. Die zat niet in het ontwerp. Proportioneel offer voor meer levenskracht. Dan zijn er zo van die begrippen en terminologieën waar in de loop der eeuwen langzamerhand een enorme berg stof zich op heeft verzameld en dan wil je een frisse wind. En een van die termen is de term mystiek. Wanneer je tegenwoordig hoort mystiek, is vaak niet helder waar het over gaat. Oncontroleerbaar zweverig gepraat, geworteld in de oorsprong is dat niet. Mystiek was ooit de hoogste wetenschap. Kennisvergaring door het eigen zelf. Proefondervindelijk, die regel geldt nog steeds. Die vergelijking is geen grap. Het zeldzame talent werd uitgemoord. Nu is het mystificatie wat de klok slaat. Een escapisme, wensdenkromantiek. Een zoekzuchtige vindt uit principe niet. Het gevolg? Is nu een kluwe die niet losraakt. Hoe wordt een echte mysticus gehoord? Niet. Notendop. Kijk, onze voorouders waren niet gek. Althans, niet meer of minder dan wij zelf. Zij zagen boven zich net zo'n gewelf. Daarnaast kent elke tijd eigen gebrek. Geloof en wetenschap dreven uiteen. Begrip in evolutie of constanten. De ego's zaten niet te lanterfanten. Gingen er met hun machtsspel overheen. Altijd maar weer dat eeuwig dualisme... Waar kans leek op ontwikkeling van visie, verzandt men in de vraag, wie heeft gelijk? Nou, geen van beiden, zoals later blijkt. Twee kampen, met daartussen de politie. Zeg mij, wie profiteert er van een schisma? Dank u wel.